dames en heren van de pers, genodigden. De afgelopen weken hebben de perikelen rond de Centrale Bank van Suriname de gemeenschap totaal beheerst. Een bekend feit als vertrekpunt. De regering heeft in formele zin nog niet naar buiten getreden vanwege de complexiteit van de zaak. Er is wel achter de schermen enorm veel werk verzet. En nu we afstevenen op een structurele oplossing, is de zaak een ieder te vragen zijn of haar bijdrage te leveren, zodat we samen naar de way forward kunnen werken. Dat is de essentie, dat is het beroep wat de president van de Republiek Suriname vandaag hier aan u alles stelt. Wij kunnen ons niet permitteren om niet samen te werken om te voorkomen dat onze bank der banken valt, met als gevolg dat het systeem crasht. U bent mensen van de media en u hebt voorbeelden over wat deze zaken zich hebben voorgedaan, maar waarvan vanuit een structuur de mensen de koppen bij elkaar hebben gestoken en voor 99,9% de gezamenlijk zijn gekomen tot een oplossing. Sommigen waren heel hard, maar de essentie van het verhaal is dat er vanuit een nationale optiek, vanuit het volle besef dat als ons financieel systeem crasht, er geen winnaars zijn. Er zullen alleen maar verliezers zijn. En de grootste verliezers aan Suriname zijn. Het is al onbekend dat deze situatie zich wel eens eerder heeft voorgedaan in Suriname. En gelooft u me, het is niet zo erg lang geleden dat en in alle stilte de Bank der Banken in samenspraak met financiën er alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat de DSB, Surinaamse Bank, geslachtofferd zou worden. We hebben vanuit onze verantwoordelijkheid als regering en we hebben de moederbank meegekregen om er alles, maar dan ook alles aan te doen dat wij moeten voorkomen dat de Surinaamse bank valt. We hebben in een zelfs gelijke situatie hebben wij alles in het werk gesteld om de Finabank te helpen. We hebben u niet op straat geroepen. We hebben geen geweldige dingen ervan gemaakt. Maar het was van ons vanuit onze verantwoordelijkheid dat er day-to-day met Finabank werd gesproken. Omdat als één zo'n instituut, gelooft u me, faalt,
dan krijgen we een stuk domino-effect. En de vraag is, we zien waar het begint, maar we gaan niet zien waar het gaat eindigen. En het gaat eindigen in een puinhoop. En daarom zeg ik, we kunnen ons niet permitteren om dit te laten gebeuren. De banken, en daar komt meneer Villakerpranis straks op in, en ieder beseft dat. En andere financiële instituten beseffen dat. Tot in de kleine uurtjes is er in elk geval overeenstemming bereikt dat wij samen moeten voorkomen dat dit land er onderuit gaat in financieel opzicht. En dat we bij dat werk, die hechte samenwerking, afspraken die worden gemaakt, vastleggen. En dat ze transparant en mogelijkwijs gedeeld worden met u als oog en oor van ons volk. Helaas moet ik erbij zeggen, in dit soort situaties zijn zaken niet stabiel. En het troebel water. En ik doe een beroep op de gemeenschap om de batterij aan fake news die worden gestrooid over de hoofden van het volk. Om ze allemaal met argusogen aan te kijken. Of het nou muzikaba is, op een of andere manier wordt belachelijk gemaakt. Of het is boterse licht in het geheim. In het hospitaal in Ikeri. Die jongens zijn wel inventiever. Of ik ben de centrale bank ingelopen met 200 tassen en ik heb 100 miljoen genomen en ga naar Cuba. Niemand bij de centrale bank, niet eens de governor, is in staat om in die kluis te gaan om 100 miljoen zijn tas te zetten. Maar het wordt gebracht en mensen, het gaat er echt in als zoete koek. Ik laat even in het midden wat ze allemaal met die arme Sharmila doen. Kortom, onze mensen moeten aware zijn dat er een zware economische aanval wordt gepleegd op dit land. Het is alle registers opentrekken. Of het nou te maken heeft met 22, de maand ben ik al vergeten. Of het heeft te maken hiermee. Het is een zware economische aanval. En helaas, welke zijn weerslag vindt bij Surinaams volk. Dus terwijl ze het Surinaams volk proberen mee te nemen met alle fake news. En het is onvoorstelbaar, ze zijn wel inventief hoor. Mensen hebben dagen en NDP'ers en anderen hebben me gebeld, geappt. Hoe kunnen jullie continu ontslaan? Continu is nooit ontslagen, er is nooit daarover sprake geweest. De regering kan continu niet ontslaan. Zijn president, raad van commissaris kan hem niet ontslaan.
Maar dan wordt er een spook gedraaid en we rennen achter dat spook. Continu mag niet ontslagen worden. Dus wij moeten verschrikkelijk alert zijn. En laat me tegelijkertijd een zwaar punt van kritiek hier aan toevoegen. Binnen de media, welke binnen onze invloedssfeer valt, houden we dit soort zaken direct moeten kofferen. En nou hebben we ons vier dagen bezig gehouden. Tot meneer, de bewuste meneer zelf komt en zegt, nee, ik weet er niks van. Oh, het is er een zo gek als Don Quixote. Ik denk dat het een manier is om te gaan richting 25. Denk ik. Want je moet wat te vertellen hebben in ideologische zin. Je moet wat te presenteren hebben vanuit de praktijk. En als je dat niet hebt, dan zijn dit de geëigende foefjes om de aanstaande kiezers aan het twijfelen te raken. Zoals de president aangaf, we hebben een centrale bank. Is een instituut, een moederbank van de banken, de Bank of Banks. Een grote klap gehad. Banking is de business van vertrouwen. Je vertrouwt je middelen toe als deposant aan een bank. En de algemene banken die vertrouwen hun middelen op hun beurt toe aan de centrale bank. Ik wil eigenlijk beginnen over die issue. Betreffende de kasreserve dat ook recent in het nieuws is geweest. Om te beginnen, daartoe te komen, even kort over de gewezen governor. De gewezen governor van Tricht is ongeveer 10 maanden geleden, heeft hij zijn werkzaamheden aangevangen, vol goede moed. En gedurende het traject zijn er een aantal zaken misgegaan. De kwesties die zijn misgegaan, die worden onderzocht door het OM. En ik wil ten aanzien van die kwestie verder het onderzoek afwachten. Wat er ook uit het onderzoek komt, mogelijk heeft de persoon in kwestie zich schuldig gemaakt aan slordigheid. Mogelijk schuldig gemaakt aan zaken die in de burgerrechtelijke zin overtredingen zijn. En mogelijk heeft hij zich schuldig gemaakt aan strafrechtelijke feiten. Laten we beseffen dat ook de gewezen governor een familie heeft, gezin heeft, kinderen heeft. En niet meer pijn veroorzaken dan de persoon in kwestie reeds ondergaat en zijn familie ook ondergaat. Het zou elk van ons kunnen overkomen en het is onze taak om met deze verantwoordelijkheid ook om te gaan. Het onderzoek dat is ingesteld aan de hand van een aantal feiten welke zijn ontdekt. Om precies te zijn, begon het met de kwestie van de auto, u alle bekend, rond december. Toen, en om precies te zijn, 27 december, toen ik een telefoontje kreeg van de minister van Financiën, die thans in het buitenland is, en als zodanig vandaag niet hier, met zorgpunten en op dat moment, vanaf dat moment,
zijn we bezig geweest met deze kwestie. Het is begonnen bij de kwestie van de auto rond 2, 3 januari. Toen was ik inmiddels terug met de gewezen koffer. Er speelde ook een kwestie. Dat is te maken met de 19,5 miljoen waar Suriname de zaak gewonnen heeft. En de regering een diplomatiek initiatief heeft ingezet om vooral de status van verdachtmaking van banken op te heffen. Dit is een kwestie waar het een heel belangrijke kwestie is, dat ik u meegeef waarom het belangrijk is om in de mediaverzorging niet onnodig de centrale bank als instituut of zelfs mensen te beschadigen, omdat al deze zaken ook impact hebben op de afwikkeling van deze zaak. Als we onze eigen neus beschadigen, maken we ons gezicht lelijk en dan ligt het aan ons. En dan kom ik op marktwerking. Markten, overal in de wereld, maakt niet uit. Als je gaat naar de centrale markt, als je gaat naar de groentemarkt, als je gaat naar een bloemenmarkt, als de prijs laag is, verkoop je meer. Als de prijs stijgt, verkoop je minder. De enige markt waar dit niet waar is, zijn de financiële markten. En dat geldt niet alleen hier, het geldt in de hele wereld zo. In financiële markten, lees koers, wanneer de koers stijgt, heb je meer vragers, want ze denken dat het nog hoger gaat. En wanneer de prijs omlaag gaat, heb je de omgekeerde, dan wacht men, omdat men denkt, het gaat nog lager. Panic feeds panic. En zo'n situatie hebben we ook nu. Daarbij is het ook zo dat er natuurlijk een aantal structurele zaken zijn in die economie. En wij als centrale bank zijn een monetair instituut. De partner, het ministerie van Financiën, is het fiscaal instituut. Die twee hebben een wisselwerking. Als je monetaire politiek eentje is van groei met je economie en je hebt een fiscaal onevenwichtigheid, dan gaat het druk zetten op de deviezenreserve. Dat is overal in de wereld zo, niet alleen hier. In de afgelopen dagen, waar de president op doelde, zijn er ook gesprekken geweest met de bankinstellingen die hierop gewezen hebben. En ook de centrale bank heeft hierop gewezen. We gaan de fiscal deficit, willen we koersstabiliteit. En koersstabiliteit is heel belangrijk, want wanneer je instabiele koersen krijgt, dan hebben de speculanten de kans om een slag te slaan. Maar degene die verliest is de consument. Altijd zo. In Suriname is het zo. En elders in de wereld is het zo. Dus we hebben allemaal een belang om rust te brengen, waar de president het over had. Tegelijkertijd moeten we intern ook beseffen dat zaken die structureel moeten worden opgelost, ook worden opgelost. Nu moet ik ook erbij geven dat wanneer je een onevenwichtig fiscaal probleem hebt, dat je het niet in één dag kan oplossen. It needs some time en het heeft ook een plan van aanpak nodig. Er zijn ten aanzien van koers een aantal, een pakket van maatregelen die men kan doen op korte termijn, maar structureel moet je dit fixen. De toekomst van Suriname, naar de mening van velen, is een heel goede. Als we kijken naar de mega discoveries en wat dat allemaal in 5 jaar kan betekenen, maakt niet uit welke regering je hebt. Maar degenen die dan de regering zijn, hebben het tot hun verantwoordelijkheid om die groei voor die bevolking te doen plaatsvinden. Waar we het over hebben is nu. Hoe gaan we dus de komende periode overbruggen? En hoe kunnen we het vertrouwen herwinnen?
Als centrale bank zijn we erg beschadigd. Dat zijn de feiten. De governor heeft conform de bankwet 1956 en daarna gewijzigd heel veel bevoegdheden. Hij kan de bank in- en buitenrechten vertegenwoordigen en ook de reglementen die zijn functioneren organiseren kunnen, en dat staat ook in de bankwet, op geen enkele manier daar een beperking aan geven. De wetgevers zijn ervan uitgegaan toen in 1956 dat je een zeer integer, deskundig en sober mens, man of vrouw, zou hebben. Jammer genoeg zien we ook dat in deze zaken behoorlijk mis zijn gegaan. Er is ook een oproep van degenen die dat beseffen, dat we wetswijzigingen zullen moeten maken om dit nooit meer te laten plaatsvinden. Het is zeker geroepen als je iemand de leiding belast, met de leiding belast, die misschien met welke intenties dan ook de ongelukken nu moet rapen van dat beleid. De Raad van Commissarissen en hun rol is in de wet geregeld. Wij hebben, toen we eerst in feite, er zijn een serie meetings geweest, we nagaan, de governor was 10 maanden in functie. En er was een spanningsveld tussen de Raad en de governor, wat op zichzelf normaal is. Dat is in vele organisaties op zichzelf geen enkel probleem. Transacties waar we vragen over hadden, maar er waren geen alarmbellen. Er was overleg. Bij de aanschaf van de auto begonnen de alarmbellen, en dat was rond eind van het jaar, november, dat zaken werden geobserveerd die toch wel vraagtekens opwierpen bij zowel de minister van Financiën als bij de RVC van de bank. Zoals normaal betaamd is er gesproken met de toenmalige governor over deze zaken. Maar naarmate de tijd vorderde, kwamen andere zaken aan het licht. Ik vertelde u 1 december over de auto. Begin januari kwam andere informatie over consultancycontracten. En toen wij dat te weten kwamen, hebben we meteen een onderzoek ingesteld. Dat onderzoek heeft ertoe geleid dat er een aantal contracten, overeenkomsten aan het licht kwamen waar we de nodige bedenkingen over hebben. Ik zeg het voorzichtig, want het onderzoek dat thans wordt uitgevoerd door het Openbaar Ministerie zal uitwezen als er hier sprake is van overtreding van de strafwet. Wij willen, en dan praat ik namens de Raad, hierover nu geen statement maken. We willen hier voorzichtig zijn om due process de kans te geven. Daarnaast, bij het onderzoek, en er is ook in de media daar rapportage verplicht verlof, wij hebben toen gecorrigeerd, we hebben de governor gevraagd om met verlof te gaan, dat heeft hij direct gevolg aangegeven, geen moment geprotesteerd, was helemaal lief. Eigenlijk moet ik zeggen, alle verzoeken die we hebben gedaan, heeft hij gevolg aangegeven. Hij heeft perfect meegewerkt. Ook met het onderzoek dat nu door het OM wordt ingesteld, er waren berichten van gevlucht, dat is allemaal niet waar. De governor, gewezen governor, was altijd bereikbaar en heeft in feite op elk verzoek gevolg gegeven welke gevraagd is. Laten we dat ook hier vaststellen, omdat het anders hier pijnlijk is, alsof, en dat moet worden vastgesteld als dat zo is, en zo niet, dan wordt dat ook vastgesteld. Tijdens het onderzoek is er gesproken met de directie van de bank. Dus de governor was thuis, op ons verzoek, verlof
Er was nooit schorsing of sanctie. Is vrijwillig met verlof gegaan. En wij hebben toen het onderzoek gelegd. Gesprekken met de directie. En we waren toen 10 januari toen informatie ons bereikte uit de gesprekken met de directie dat er een kwestie was met onze deviezenreserve, de kasreserve. Rond 13 januari om precies te zijn, konden wij vaststellen als RVC dat kasreservemiddelen, dus dat zijn gelden van banken, gelden van deposanten die bij de bank liggen en zijn doorverschoven naar de centrale bank, dat gelden uit die middelen was gebruikt voor interventies. Laat me duidelijk stellen, want er is ook rapportage geweest, social media, fake news, media, waarbij beweerd is dat het geld is gestolen. Er is geen geld gestolen. De kwestie van onderzoek consultancy contracten, dat is een andere kwestie. En daar zal blijken als er iets is gebeurd dat niet regelmatig is. Dat weten we nog niet. Dat moeten we rustig in feite afwachten om te zien wat er daar gebeurd is. Wat betreft de kasreserve zijn middelen gebruikt voor interventies. Onder andere oliebetalingen, onder andere babymelk, onder andere voedingspakketten en zaken. En dat had niet mogen gebeuren. De middelen die zijn vallen onder de kasreserve, daar is er een streng regime voor. Die middelen mogen uitsluitend worden belegd in conservatieve monetaire instrumenten, double A bonds, cash, goud. En je mag niet aan deze middelen gaan. Op 13 januari, toen het duidelijk werd wat er gebeurd was, heb ik terstond het staatshoofd gemeld. Ik ben meteen naar de president toegestapt en ik heb de president geïnformeerd wat er aan de hand was. De president, de minister van Financiën en ik hebben hierover vergaderd. En de conclusie was dat we meteen de banken moesten informeren van dit probleem. Dat is ook gebeurd. De president heeft op Chinees Nieuwjaar zaterdag om 11 uur de banken ontvangen in het paleis. En daar in feite geïnformeerd van deze mishap. Het is niet ontdekt door anderen. Wij hebben de banken zelf geïnformeerd. Het staatshoofd heeft de banken zelf geïnformeerd. En ook aangegeven dat we beseffen dat hier iets is gebeurd dat niet had mogen gebeuren en dat wij alles zullen doen om meteen een herstelplan, om een remedy te vinden. Die instructie is meteen gegeven door de president en het team van de centrale bank heeft vanaf de zondag 9 uur in de ochtend vervolgens meetings gehad met de bankinstellingen, de raad van commissarissen, enzovoorts, hele batterij. Die besprekingen zijn voortgezet op dinsdag en op maandag. En dinsdagochtend 4 uur hebben we overeenstemming bereikt waarbij getekend is over de shortfall dat op dat moment er was, kasreserve en termijndeposito's. Kasreserve 100 miljoen, termijndeposito's ongeveer 100 miljoen, totaal 200 miljoen. Those are the facts. En er is ook afgesproken hoe dat wordt ingelost. Er is een ringfence, de banken, en daar wordt in feite nu de laatste hand aan gewerkt. Dat komt als het goed is
maandag rond. Iedereen heeft zijn legal team. Centrale bank heeft zijn legal team. De andere banken hebben elk hun legal team. Alle verschillende accounts. Dus wat dat inhoudt, dat ringfence houdt, betekent dat de middelen zijn veiliggesteld voor het publiek. Het publiek hoeft zich op geen enkele manier bezorgd te maken. Het is pijnlijk. Het is regrettable dat dit gebeurd is. Maar wat de regering, wat het staatshoofd meteen heeft gedaan, is ingrepen om te zorgen dat de zaak meteen was gecontained. En dat is ons ook gelukt. De regering heeft wel degelijk rekening mee gehouden dat de koers omhoog zal gaan, vlak voor de verkiezingen, zeker. En we hebben daar rekening mee gehouden en we hebben er rekening mee gehouden dat het wordt gestuurd door enkele elementen vanuit de samenleving. En zodanig dat het een verkiezingsissue wordt. Dus daarvoor zijn er reeds een aantal pakket van maatregelen voorbereid door de regering. En de recente aanname van de huurwet onder andere is onderdeel van deze pakket van maatregelen. En het geval met betrekking tot de centrale bank was niet voorzien. De mensen hebben nu misbruik van gemaakt van de ontstaande situatie om de wisselkoers acuut omhoog te drijven. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, wij volgen de prijzen nauwlettend. En we gaan het pakket van maatregelen nu vervroegd doorvoeren. Om die onrust weg te maken, heeft de president in de afgelopen periode, zoals hij heeft aangegeven, heeft extensieve gesprekken gevoerd met de banken, de cambio's, de fiscale en de monetaire autoriteiten om gezamenlijk de strategie te bepalen. En zoals de president heeft aangegeven, maandag komt er een nieuwe governor om orde op zaken te stellen. Maar vanuit de centrale bank zullen een aantal stringente maatregelen volgen. De president-commissaris is er al uitgebreid op ingegaan. Vooruitlopend zullen de politie, de ECD, DNV, zullen we gezamenlijk een gecoördineerde actie uitvoeren. As we speak wordt dat nu gedaan. En deze actie is reeds lang voorbereid. Via een samenwerking met de verschillende diensten zijn er onderzoekingen verricht en er zijn een aantal locaties in kaart gebracht. Het gaat in deze om de illegale cambio's die we hard zullen aanpakken. En na de maatregelen van de centrale bank, zoals aangegeven door de president-commissaris, volgt uitvoering van fase 2 van de maatregelen. En wat dat precies inhoudt, daar kunnen we nu nog niet op ingaan. Het gaat in ieder geval ook te maken hebben met de aanpak van allerhande smokkel- en prijsopdrijving. Maar voornamelijk gaat het om de aanpak van de zogenaamde root cause, die in overeenstemming met de banken, Centrale Bank van Suriname, het ministerie van Financiën worden uitgevoerd. We vragen de samenleving om die rust te bewaren. Het is in ons eigen belang, zoals de president heeft aangegeven. Er is een hoge frequentie van nepnieuws, zeker in de aanloop na de verkiezingen. Toen zal het alleen maar erger worden. We vragen de samenleving om de officiële berichten te volgen van het NII. En niet in te gaan op berichten die bewust worden gecreëerd om te destabiliseren. Het is jammer dat de politieke strijd wordt gevoerd waarbij de bevolking mee wordt gesleurd. En we geven toe dat de regering geen schoonheidsprijs verdient met betrekking tot de communicatie naar de samenleving toe. Maar we gaan de communicatie naar de samenleving toe vanuit de ministeries en NII moeten opvoeren om de ruimte voor speculatie te voorkomen. En het is jammer, want het houdt je van het echte werk en gelooft u me, er wordt heel veel gedaan voor ontwikkeling in Suriname. En desalniettemin, de rust en vertrouwen van de samenleving moet terugkeren en middels betere voorlichting en communicatie. Ten slotte, we gaan onverbiddelijk verder met de projecten om de economie te diversifiëren en productie te bevorderen. De landbouw- en toerismeprojecten gaan onverminderd door. Dit zijn de sectoren die geïdentificeerd zijn als de lowest hanging fruits. En daarnaast lopen de projecten voor waarborgen van de veiligheid gestaag. Uiteindelijk gaan we zelfs meer moeten produceren als land. En we gaan de goede kant op en dat is de enige juiste en duurzame manier om de koersen naar beneden te brengen, maar dat gaat helaas niet van de een op de andere dag. Dat weten we allemaal. Er zijn veel kansen en mogelijkheden die olie- en gasindustrie ons nu bieden. En er is onder andere een spaar- en stabilisatiefonds in place om de verdiensten te waarborgen voor onze toekomst. En het is aan ons allen om het goed in te vullen.
De vraag is gesteld als de regering op de hoogte was dat interventiemiddelen zijn. Nee, sorry, dat kasreserve is aangewend voor interventie. Ja, in opdracht van. Het antwoord is nee. Want toen deze kwestie aan de orde kwam, was de minister van Financiën compleet verrast. Hij was niet op de hoogte ervan.